De maatregelen die in het kader van het COVID-19-virus zijn getroffen, waren een beetje overdreven. Dit zegt KNO-arts Jim Bean vandaag in het ADV-programma COVID-19 Update. Echter begrijpt Bean de maatregelen wel, omdat het een nieuw virus is en voor wat paniek kan zorgen. De specialist is blij dat er nu overgegaan wordt tot aanpassing. Bean zegt dat in deze COVID-19-crisis twee groepen beschermd moeten worden. Twee groepen moeten wij beschermen. En dat zijn de ouderen. Ja. En mensen die iets onder de leden hebben, de immuungecompromitteerden. Legt u dat uit? Ja, dat zijn mensen die dus, waarvan het immuunsysteem om de een of andere reden niet goed functioneert. Dat ze medicatie gebruiken of dat ze een mensen ziekte met onder HIV. De leden hebben. Dat ze kanker hebben, hypertensie, ja. Diabetes, weet je. En dat ze daardoor hun immuunsysteem niet goed werkt. Ja. Dat zijn de twee groepen die we moeten beschermen. Maar over het algemeen onder de 50 jaar geeft dit SARS-CoV-2-virus niet zo heel veel problemen. Er zijn natuurlijk wel mensen onder de 50 die overlijden. Ja, maar dan, die hebben dan... Dat is duidelijk. Maar goed, als je dat vergelijkt met hoeveel mensen er aan kanker overlijden en verkeersongelukken, dan is dat niet zo heel veel. Bean zegt dat ondanks de maatregelen een beetje zijn aangepast, men toch voorzichtig moet zijn bij het bezoeken van ouderen. Het SARS-CoV-2-virus dat maakt de meeste slachtoffers bij mensen boven de 70, 80 jaar. Want die zijn op de een of andere manier toch erg kwetsbaar ervoor. Ja. Dus daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Dus ik kan wel begrijpen het advies dat, dat er gezegd wordt van weet je, zet die mensen een beetje apart als het ware en ga niet te veel op bezoek en zo. Want jongeren die kunnen dat virus ongemerkt met zich meedragen. Ja, dus ze worden er niet ziek van. Ja. Mm-hmm. Maar ze kunnen wel oma of opa besmetten. Dus uw advies zou wel dat men toch die maatregelen in acht houdt om die mensen... Die twee groepen inderdaad, ouderen en mensen die immuun gecompromitteerd zijn, die een probleem hebben, die moeten even een beetje, als het ware, laat maar zeggen, beschermd worden. Jim Bean, KNO-arts. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.